Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. Jongens, het is weer dinsdag. De zon schijnt, de lucht is blauw en ik denk dat een ieder van ons wel weet wat dat betekent. He? Geef er een bezem, geef er een hark, druk op haar neus en aan de slag, lieverd. He? Ga eens wat doen met je leven in plaats van de hele dag janken en moeilijk doen en niet doen wat wij willen. He? Maar goed, daar belde ik niet voor. Waar ik wel voor belde is de grasmat. Heel veel mensen vragen mij, Vincent, hoe is het met die mooie grasmat van jou? En dat is echt een hele goede vraag. As we speak loop ik erheen. En nou, ik ben er alweer. En ja, hoe is het met de grasmat? Of ik mag ook wel zeggen, het gazon ondertussen. Want jongens, kijk toch eens even. Prachtig die erbij ligt. Hoe is het met je grasmat? Hoe is het met je grasmat? Hoe is het met jouw grasmat? Hoe is het met jouw grasmat? Dat is ook een hele goede vraag. Maar goed, het ging er nu niet over. Het ging niet over mijn grasmat. Hoe is het ermee? Hij ligt erbij. Hij ligt erbij. En waarbij? Niemand weet het. Maar hij ligt er wel bij. En voor je het weet, lig jij zomaar ook in één keer erbij. Want de tijd hier op aarde is kort, lieve mensen. Dus maak er wat van. Hè? Je wilt toch geen gras zijn? Misschien wil je wel gras zijn, ja, dan moet je je conclusies trekken, weet je wel, en er wat aan doen. Maar vooralsnog, de grasmat. Ja, het is gewoon een grasmat, weet je wel. Zo bijzonder is het nou ook weer niet. Hè? Dus ik snap ook al die vragen niet over een grasmat. Hier, nou ga zelf maar even kijken. Grasmat. Hè? Kijk je toch even. Zo is het dus met de grasmat. Heb je het gezien? Oh, arme grasmat, sorry hoor. Maar goed, dus voordat jullie al die rare vragen aan mij stellen over grasmat en zo, ga eens wat doen met je leven, weet je wel. In plaats van mij lastigvallen over een grasmat. Een grasmat is ook gewoon een grasmat en daar kan die grasmat verder ook niks aan doen. Maar goed, jongens, een hele fijne kuttoertjes dinsdag allemaal. En een hele, hele fijne kuttoertjes dinsdag allemaal.